Goed, goedenavond. Welkom allemaal. Superleuk dat jullie er weer zijn. Ik mocht vanavond weer live en jullie wat gaan laten zien. En nou zijn de afgelopen weken zijn de stansen van Elisabeth Craft Designs, de plannerstansen, die zijn echt helemaal nou ja, hot geweest, zeg maar. Heel veel mensen die planners hebben, die kwamen helemaal van, oh wat leuk. En die hebben er al heel veel leuke ideeën mee gepost in de groep. Alleen, nou, ik ben zelf geen planner. Ik doe daar niet aan. Ik zet mijn spulletjes in mijn agenda en dat vind ik allemaal wel goed. En wat je verder allemaal in een planner kan doen, dat is niet zo aan mij besteed eigenlijk. Ik vind het veel leuker om kaartjes te maken. Dus ik dacht, wat nou als ik eens laat zien hoe leuk je hem ook kan gebruiken op een kaart. Ik had van de week al een kaart in de groep gepost. Dat was deze. Die zal ik eventjes nog laten zien. Het is een hele grote, lange kaart. Hier had ik dus al lettertypes ervan gebruikt en die hele grote stans van de tag. Maar ik dacht, nou, ik ga toch nog wat meer inspiratie geven. Dus vandaar dat ik vanavond weer een kaartje maak met die plannerstansen. Nou, welke hebben we hier te zien? Hier op de voorgrond is deze. Dat is van de tag en toppers. Ik heb hier de kleine tag heb ik gebruikt. En hiervoor, dat is deze, alleen die past niet meer aan de voorkant in mijn mapje. En dat is hier dit envelopje. En er past ook de grote stans die dan hierbij zit, die past daar dan ook precies in. Maar ik heb nu gekozen voor de kleine variatie en die gewoon erin stoppen. Nou, hier kan je weer een leuke boodschap eventueel opschrijven. En dan heb je ook hele leuke randjes hierbij zitten voor die tags. Die heb ik en op mijn bovenkantje gebruikt. Maar ik heb hem ook hier aan de onderkant gebruikt. Gewoon omdat dan dat randje en die kleur nog weer een keertje terugkwam. En dat vond ik wel leuk. Dus vandaar dat ik die heb gebruikt. Nou, vervolgens heb ik dan de stansen of de stempels van Gerda Steiner gebruikt. Echt heel erg schattig. What's New heet die set. Met een katje, een hondje en ik denk dat het een koala is. Want ik vind het niet echt een muis. Maar ja. Ik weet het niet. Ik vind hem leuk in ieder geval. Als je hem grijs tekent, zit je altijd goed. Er zitten hele leuke teksten bij. Good news, big news, what's new, meow, woof, look who's having a birthday, amazing, no signs of aging, heard the news, did you hear the news, wow. En dit zijn ook allemaal dingetjes die je dan in de kranten kan stansen of stempelen van die beestjes. Vond ik geweldig. Dus daar ben ik ook hier mee begonnen. Ik heb hier dus big news gestempeld. En dan ook zo'n rechthoekje alsof hier een plaatje zit. Nou had ik er nog wat in kunnen tekenen, maar dat ging me wat te ver. Ik heb hem zo gehouden. En hier aan de andere kant heb ik gewoon een hele oude letterstempel van mij heb ik erop gedaan. Tekststempeltje. Hoe heb ik dat gedaan? Dat vond ik eigenlijk nog wel even leuk om te laten zien. Die heb ik speciaal bewaard. Want ik heb op een stukje masking tape heb ik gestempeld. En daar heb ik de blaadjes heb ik eruit gehaald. Dus toen heb ik zo deze over mijn stempeltje heen gedaan. En vervolgens had ik die krant, die had ik ook in tweeën geknipt. Want het zijn natuurlijk twee delen. Dus toen ik hier overheen wilde stempelen, heb ik deze er weer in terug gedaan. En toen kon ik heel makkelijk zo er overheen stempelen. Dus mocht je zeggen van, hé, dat vind ik leuk, maar ik vind bijvoorbeeld deze stempels niet leuk en ik wilde iets anders in stempelen, maar dat stempeltje is groter, dan is dit een hele mooie manier om dat te doen. Ik heb ze er zelf, heb ik het er dan uitgesneden aan de binnenkant met mijn vingermesje. Vind ik altijd heel erg fijn. Vinger erdoor, kracht erop zetten en dan kun je, of nou, je hoeft niet eens heel veel kracht te zetten. En dan kun je dus precies snijden zoals je wil. Dus dat is een nou ja, leuke tip voor als je wat anders wil met een stempel. Nou, wat heb ik dan nog meer op die kaart gedaan? Want ik heb natuurlijk niet alleen dat gedaan. Want zo vind ik het een, ja, het is wel een leuke kaart, maar ik vind het zelf vrij saai. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een kaart gemaakt die je open kan vouwen. En als je hem dan openvouwt, dan komt er tevoorschijn een heel leuk bannetje. Kijk, ik zal hem eventjes een beetje zo doen. Zie je hem wiebelen? Dus dit is gewoon echt een vlaggetje en die komt een beetje naar voren te hangen. Alleen dat is heel moeilijk te laten zien als je een blad hebt liggen uiteraard. Daarvan heb ik dan de kleine bannetjes gebruikt die bij de tekststempels zitten. Nee, bij de letters zitten ze, zal ik zo laten zien. Zo, tekst en letters zijn hetzelfde. Ik bedoelde de cijfers. Ga ik zo laten zien. Maar het leuke vond ik dat dus de teksten daar ook in passen. Ik heb een grote 49 gebruikt en hier heb ik nog twee andere stempels weer van de Gerda Steiner set gebruikt.
Dus, welke stansen zijn dat allemaal? Nou, als je die stansen koopt, dit is één complete set. Dan heb je één keer een heel groot alfabet, één keertje met wat kleinere lettertjes en één keertje met nog kleinere letters. Nou, mocht het meest nieuwsgierig naar zijn, laat ik het even opmeten. De grote letters die zijn bijna 3,5 centimeter hoog. Dan heb je de tweede maat. Je hebt dus drie keer het hele alfabet. Hè? Dat vind ik echt geweldig. De tweede maat is 2,5 centimeter. En de derde is net iets meer dan 1,5. 1,7. Een beetje, denk ik. Ja. Nou, en die lettertjes, die heb ik dus gebruikt. Want die passen precies in deze set. Dit is de complete set. De Retro Number Trio. Je hebt dan ook weer 1, 2, 3 keer de cijfers 0 tot en met 9. Ik zet de 0 altijd achteraan, maar hier is het dus 1 tot en met 0. En dan heb je deze bannetjes heb je er dan bij. En daar passen dus die cijfers, die passen daar precies in. Maar die lettertjes, die passen er dus ook in. En ik heb dus, voor mijn geval, voor de vlaggetjes heb ik dus de kleinste van deze drie gebruikt. En daar passen dus dan die lettertjes heel leuk in. Die heb ik weer op een leuke manier gestanst. Heb ik al vaker laten zien, maar ik ga het straks nog weer even een keertje laten zien hoe je dat kan doen. En zo heb ik er dan een slinger van gemaakt. Dus op deze manier kun je dus die planner stansen, kun je dus nog weer gebruiken om dus iets heel leuks te maken. Nou zit ik te denken, want ik heb hier nog een stans staan. Deze. Die zat ook bij een van de sets. En ik denk bij de nummersets. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet meer. Want ik had zoiets, deze ga ik toch niet gebruiken. Dus die hoeft niet in mijn mapje. Ik zat nog te verzinnen wat ik daarmee ging doen. Want ja, als je geen planner gebruikt, ik zie daar niet echt iets in. Dat ik denk van nou, dat kan ik een kaart van maken. Dus die hoort ook nog bij een van de sets. Maar dat zien jullie dan wel als je zegt van hé, ik ga ervoor kijken. Maar ik vond deze dus zo geweldig leuk, omdat je hetzelfde lettertype hebt, maar in drie verschillende maten. Dus voor kaartjes maken gewoon juist super leuk. Zo heb ik dus ook in deze kaart, heb ik dus de kleine maat lettertjes gecombineerd met de grote cijfers. Dus dit is voor iemand die 49 wordt. Leuk kaart, toch? Even kijken. Kijk, ik zie al dat netjes ook in het in de opmerkingen staan ook netjes de set met de labels. Die staat al gelinkt. De stempels staan al gelinkt. Dus als je interesse hebt in een van die, kijk eventjes terug tussen de opmerkingen en dan kun je de link vinden hoe je ze in de webshop kan vinden. En nog even een tip. Mocht je daar nou kijken en je ziet dat die uitverkocht is, hè? Altijd even of bellen of even een berichtje sturen naar info@doering.nl of bestelling@doering.nl. Is denk ik beter. Ja, bestelling@doering.nl. En dan kijk eens nog even, want soms is die dus nog wel gewoon op voorraad. En kunnen ze je nog wel gewoon helpen. En anders dan weten ze in ieder geval dat ze hem voor je moeten bestellen. En dan wordt het ook geregeld. Dus dat is nog even een extra tip. Ja, dus nou ja, zo heb ik allemaal gebruikt voor mijn kaartje. En die wilde ik vanavond even nog een keer laten zien van hoe heb ik dat nou helemaal gemaakt. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Deze gaan even opzij, die ga ik straks gebruiken. Deze heb ik straks ook nodig. Even kijken. Ik heb al allemaal onderdelen klaargemaakt, uitgestanst en gedaan. En in de hoop dat ik dan nu zo'n beetje alles wel heb. Maar daar kom ik dan straks wel achter. Goed, de basis van de kaart heb ik gehaald uit een 15 bij 30 karton. En dan zou je zeggen, ja maar Peet, je hebt daar maar een heel klein stukje. Ja, dat klopt. Die heb ik alvast afgesneden op maat, zodat ik alvast mijn overige onderdelen die ik dan nog wilde uitstansen, er vast af kon halen. Dus, hij is 21 breed, mijn basis. En nou, de bovenkant, weet je, de hoogte maakt niet zo heel erg uit. Ik heb hem gewoon uit 15 bij 30 gedaan. En die is altijd 15,2. Hou ik lekker zo. Je kan zeggen van, ik ga precies 15 centimeter maken. Maar ja, die 2 millimeter, dat maakt me niet zo uit. Dus dat hou ik altijd gewoon zo. Wat heb ik gedaan? Mijn kaartbasis is dus 15 bij 21. Toen heb ik hem gerild. Aan de ene kant op 5,2 centimeter. Heb ik hem omgedraaid.
Dat heb ik de andere kant op 5,3 centimeter gerild. En zo, als ik ze dan dichtvouw, zit hij bijna helemaal dicht. Weet je, het is heel moeilijk om hem precies dicht te krijgen. Het is maar één keer gelukt. Maar ja, weet je, het valt toch niet zo heel erg op. En daarbij, het gaat wel makkelijker open zo. Dus ik hou het maar lekker zo. Ik heb het geprobeerd met allebei op 5,3. Maar dan overlapt hij en dat is niet zo mooi. Dus rail gewoon netjes op 5,3 en aan de andere kant op 5,2. En dan dubbel vouwen. En dat is eigenlijk gewoon de basis. Super simpel. Dan heb ik hier gaatjes ingemaakt. Dus ik ga even mijn gaatjesmaker erbij pakken. Die heb ik hier. Even een matje waar ik in kan snijden, want op mijn snijplaat dat snijdt niet zo prettig. Dat is mijn matje gebleven. Oh, mijn matje is weg. Ik pak even een ander matje. Zo, doe ik het gewoon zo. Hoppatee. Leg ik deze er even overheen. Mijn stans is weer naar boven die ik klaar had gelegd. Volgens mij ben ik al een letter kwijt. Maakt niet uit. Nou, wat heb ik gedaan? Ik had dus die basis. Toen heb ik... Ik moet even kijken hoe ik het heb gedaan. Toen heb ik hem dicht gedaan. Ik heb het midden van mijn kaart heb ik hier op 15 centimeter gelegd. En dan is deze afstand is aan beide kanten is gelijk. Ik heb een potlood gepakt. Ik heb hem hier volgens mij iets lager gedaan dan wat ik nu wil gaan doen. Even kijken. Ja, ik heb hem hier op 3,5 centimeter of 3 centimeter naar beneden heb ik mijn gaatje gemaakt. Maar dat vond ik eigenlijk net iets te laag. Dus ik ga hem nu op 2 centimeter naar beneden doen. En dat kan ik heel makkelijk uitmeten hier met mijn zijlijn, want één zo'n vakje is 1 centimeter. Dus ik leg deze op 15 centimeter. Bovenkant ligt hier op de lijn en dan weet ik dat als ik mijn lineaal meelijn weer met deze lijn, dan heb ik hier een afstand van 2 centimeter. En dan heb ik hier tot eigenlijk niet zo heel precies gedaan. Ik heb gewoon de eerste de beste, het beste hele getal wat ik daar heb. Daar heb ik een puntje gezet. En aan de andere kant doe ik hetzelfde. Kijk, hier loopt hij half door nog. Dus vervolgens heb ik hem bij 11 en bij 19 gezet. Maar dat geldt natuurlijk alleen als je hem op 15 zet. Zet ik hem op 20, dan zijn je getallen weer net anders. Maar het gaat erom, niet direct bij dat kleine stukje. Dus eentje verder. Nou, heb ik hier mijn gaatje staan. Ik pak mijn gaatjesmaker en ik duw aan. Ik heb een gaatje. Doe ik aan de andere kant ook. Hoppatee. En ik heb een gaatje. Als je deze gebruikt, het is heel makkelijk. Het is alleen aanduwen en dan gaat dat ding gaat draaien. Let altijd op dat je wel je hand op je papier houdt en dat je goed je papier vasthoudt. Want doe je dat niet, dan duw je en dan gaat dus juist je papier wegdraaien. En dan krijg je alleen maar een heel lelijk gat. Dus gewoon even je papier vasthouden, aanduwen en dan heb je een gat. Echt super makkelijk. Het leuke van deze is ook dat er 3 maten in zitten. Je hebt ook een grotere en een nog groter gat. Kunnen jullie die goed zien? Ja, hè? Zo, even kijken. Hij kan maar op één manier op. Zo. Goed. Ik heb hier nu mijn gaatjes. Dus dit ligt vast helemaal klaar. Dan ga ik eerst mijn designpapier even nog verder versieren. Want ik vind het eigenlijk, ik vind het leuk, designpapier. Maar ik vind het vrij saai zo. En ik vind het dan toch wel leuk om er wat kleur in te hebben. Maar dan wel de kleur die ik zelf leuk vind. Dus niet omdat het dan speciaal op mijn papier al zit. Want dan wordt het vaak me te druk. Dus ik ga met een kleurtje Distress Ink erbij. Ik heb hier al mijn kleuren Distress Ink. Dan heb ik een waaiertje. Die pak ik er dan altijd even bij. En dan kijk ik van, goh, welke kleur geel vind ik leuk hierbij. De Mustard City is me net wat te gek. Maar ik wil wel een beetje een opvallende. Dus ik ga voor de Wild Honey. Want kijk, deze is echt heel erg licht. Ik vind het wel leuk als die een beetje opvalt. Dus ik ga voor de Wild Honey. Dus die pak ik erbij. Zo. Dat is deze. Dan pak ik er een stempelblok bij.
Ik wil mijn streepjes ook gebruiken, dus daar doe ik mijn streepjesblok voor. En voor mijn kleinere pak ik een kleiner blok. Zo, ik kijk eventjes vast terug of er wat... Even kijken, dat papier van Lanvin. Oh ja, dat vergeet ik te zeggen inderdaad. Dat klopt, dat is inderdaad papier van Lanvin. Dat is van dit papierpakje, de spekkels. En nou, zoals je ziet, hij is nog vrij dik. Ik vond dat ik hem nog te weinig had gebruikt. En vandaar dat mijn keuze daar nu op is gevallen om die te gebruiken. Nou, deze zijn van Distress, Distress Patterns van MFT. En deze zijn van SF Stamps. Maar ik vind van deze de spetters net iets leuker. En van deze vind ik die strepen heel leuk. Dus die ga ik gewoon allebei gebruiken. Ik ga eerst mijn streepjes zetten. Nou vond ik het voor mijn onderkantje, of voor mijn binnenkantje, vond ik het leuk als die beestjes ergens op staan. Dat ze een soort van basis hebben, zonder dat ik echt helemaal een basis maak. Dus bij mijn vorige kaart heb ik hier aan de onderkant streepjes gemaakt. En dat ga ik nu weer doen. Omdat ik die straks op deze ongeveer op dezelfde hoogte wil leggen, doe ik even weer aan de onderkant hier uitlijnen. Dat als ik straks weer mijn stempeltje op de andere doe, dat ik diezelfde afstand kan nemen. En dan doe ik hem aan de onderkant van de 1, 2, derde lijn, denk ik. Ja, vind ik een mooie afstand. Of wil ik hem lager? Wacht even. Ik doe hem aan de bovenkant uitlijnen. Hoe kom ik dan uit? Ja. 1, 2, derde lijn. Zo. En door naar die lijnen te kijken, kan ik hem ook aardig recht stempelen. En omdat ik het leuk vond dat er hier bovenin ook wat kwam, doe ik daar ook nog een stukje. Die gaat minder precies, denk ik. Nee, die ga ik ook uitlijnen. De bovenkant. En dan doe ik hem op 1 centimeter. Zo. Dus dat is op deze. Nou wil ik op deze wil ik hem op ongeveer gelijke hoogte. Deze leg ik tegen elkaar. Want als ik mijn kaart dicht heb, dan is het eigenlijk alsof die door moet kunnen lopen. Dus vandaar dat ik hem ook doorlopend zo ga stempelen. Ik had hem aan de bovenkant uitgelijnd. Zo. Nou, als ze niet helemaal precies tegen elkaar aan liggen, maakt niet uit. 1, 2, derde lijntje was mijn bovenkant. Zo, ik wil hem niet helemaal op mijn papiertje hebben. Hoppatee. Oh, ik zag nog de vraag staan van wie zijn die alfabetmallen? Die zijn van Elisabeth Craft Designs. Ik vergeet helemaal mee te lezen. En, oh, nou ben ik het vergeten. Hoe had ik die gedaan? Oh ja, het eerste lijntje. Deze wil ik dan ook maar weer boven, wil ik hem ook maar weer een klein stuk. Zo, maar dan lijkt die aardig hetzelfde aan de voorkant en aan de binnenkant. En dat moet niet, maar dat vond ik wel leuk. Zo, weer mijn stempel schoonmaken. Hier zit gewoon water in, hè, voor de mensen die het nog niet weten, in een soort nagellak remover potje. En die gebruik ik altijd om mijn stempel schoon te maken. Of niet altijd, maar meestal wel. Soms doe ik het ook gewoon met de Distress sprayer. Maar hier komt in één keer meer water uit en dat vind ik dan wel handig. Zo, dus mijn streepjes was ik mee klaar. En dan wil ik nog wat vlekjes zetten. Maar die wil ik dan met grijs gaan doen. En dat heb ik dan met Hickory Smoke gedaan. Dus, deze gaat weg. Dan ga ik Hickory Smoke ga ik erbij pakken. En dan even kijken. Welke vlekken ga ik gebruiken? Nee, ik wil de vlekken van SF gebruiken, zei ik. Die vind ik leuker. Dus, stempel op mijn stempelblok. En die ga ik gewoon een beetje random. Nou ja, misschien doe ik hem een soort van hetzelfde om en nabij weer. Ik ga hem nu minder precies doen hoor. Het valt toch minder op. Het zijn immers maar vlekjes.
En dan aan de onderkant wil ik ook nog een stukje, maar dan pak ik hem net andersom. Dan lijkt het een hele andere vlek. Zo. Maak weer op dezelfde manier mijn stempel schoon. Pak ik mijn volgende. Ik vind het wel leuk om wat verschillende vlekken te doen. Het geeft gewoon een beetje diepte in je kaart. Door, op de een of andere manier. Doordat je dan wat andere vlekken en structuren weer erbij krijgt. En wat andere kleurtjes. Maar lekker wel gewoon volgens mijn eigen idee. En dat vind ik leuk. Hier wat vlekjes. Zo. En die, even kijken hoor, want daar komt straks ook mijn dingetje voor natuurlijk. Nou, zoiets. Ben ik nog een beeld? Ik zit wel erg onder in beeld nu, zie ik. Zo, en dan doe ik er nog één vlekje doe ik er nog bij. En dat wordt deze, niet een te grote. Oh, oh, oh. Nou, gelukkig zat er nog geen inkt op. Door ook je stempels net zo naar de buitenkant door te laten lopen, vind ik ook altijd dat het weer... ja, het is net alsof het echt op je papier zat en dat je dat zelf dan hebt afgeknipt. Vind ik altijd leuk. Ja, ik wil toch nog hier ook nog wel wat. Eigenlijk is het niet leuk dat ik dan diezelfde stempel heb. Ik haal toch deze even weg. Toch een andere erbij nog. Ik probeer ze altijd wel meteen weer terug te plakken. Eigenlijk het liefst precies zoals het zat. Maar goed, bij die vlekken, die zijn niet allemaal getekend. Dus dat gaat helemaal niet. Zo, ik wil hier nog wel net zo. Hoppatee. Nog wat vlekjes daar. Zo. Nou. Nou zijn dit allemaal leuke vlekken en spetters. En toch, ik ben nog steeds in mijn spettermood, om het zo maar te zeggen. Vind ik dan dat er nog weer wat spetters bij moeten. En dat ga ik dan met een andere kleur doen. En dat ga ik met spray doen. Dat doe ik met de oxidespray, de Black Soot. Doe ik eerst goed schudden. En altijd zo en niet heel hard zo, want dan komt het er aan de bovenkant uit. En door zijwaarts te schudden, komt het wel mooi uit. Het merk van de streepjesstempel, die is van MFT. Dat is de MFT Distressed Patterns. Is al wel een ouder hoor. Ik weet niet of die nog in de winkel is. Maar mogelijk nog wel te bestellen als je zegt, hey, die is erg leuk. En die is ook echt heel erg leuk. Vind ik. Nou, nu ga ik dus niet meer hetzelfde kunnen houden. Want deze spetters kan ik toch wat minder controleren natuurlijk. Ik draai hem los. Ik zet mijn bakje even daar neer, want dan weet ik dat ik hem niet per ongeluk omstoot. Ik hou hem erboven en ik piek, zeg maar, tegen dat dingetje aan. En het is heel leuk, want je ziet het op dat designpapier echt heel snel erin trekken. Het wordt heel snel mat. Deze even opzij. Hier. Oh, chips. Nou gaat toch mijn distress inkt om, hè? Oh. Momentje. Even doekjes to the rescue. Oh, het is echt heel erg hier, mensen. Ik ga het niet laten zien. Maar geloof mij, het is heel erg. Wacht. Ik had nog papier klaar liggen. Dat kan ik nu weggooien. Mijn vingers zijn nu ook zwart. Nou, normaal werkt dit wel goed. Maar dat komt omdat ik vergeten was dat ik een matje neer had gelegd. Die los ligt. Zo, nou, straks verder poetsen, maar ja, jullie weten nu waarom ik zwart ben, hè? Dat was niet van het spetteren, want normaal met spetteren gaat het heel goed. Goed. Dus, let op je potje, hè, dames. Het is zomaar een tip. Ik ga niet zeggen hoe ik eraan kom. Zo, ik tik er weer een beetje tegenaan en dan heb ik weer wat spetters. Mocht ik nou zeggen, oh, ik wil echt hier nog heel speciaal, wil ik hier eigenlijk nog een spetter. Dan doe ik die altijd gewoon stiekem met dat puntje zelf tekenen. En dan is het net echt.
Zo, nou, deze leg ik even opzij. Die gaat gewoon vanzelf indrogen nu. Dan maak ik even mijn matje schoon en dan haal ik hem hier weg voordat ik dadelijk nog meer om ga gooien. Zo. Zo. Nou, deze gaat nu weg. Nu op het thee. Nou, ik geloof dat ik mijn bureau aardig heb kunnen redden hoor. Gelukkig ligt daar ook een zwart onderblad. Dus dat is niet heel erg. Zo, even kijken. Ja, ik heb nu deze klaar. Die liggen nu klaar om te drogen. Ik heb dus de basis klaar voor de mensen die dat niet hebben gezien. 21 centimeter in de lengte en hij is 15,2. Maar heb je papier voor 15 centimeter is het ook gewoon goed. En ik heb hier dan die gaatjes al gemaakt aan de bovenkant. En daarvoor ga ik nu aan de slag. Zo. Er zat hier ook distress inkt aan. Zie ik nu. Nou, zo. Komt goed. Ik heb mijn eerste prototype heb ik dus met een touwtje gedaan. En op zich. Of met een visdraadje had ik eigenlijk gedaan. Alleen vind ik dat als die... ja, ik durf hem eigenlijk haast niet te pakken. Ben bang dat ik nog een beetje afgeef. Maar gaat wel. Zo. Kijk, als je hem zo hebt staan. Dat touwtje, dat vind ik eigenlijk net te, ja, niet slap genoeg. Dus ik heb bedacht... Dat ik nu dus een stukje gewoon touw neem. Dus gewoon van, ja, dit is dan grijs met wit. En ik dacht, als ik daar nou even een stukje afhaal. Kijk, want het zijn vier draadjes. Geen idee of dit handig gaat werken. Ja, kijk, zo, ik heb hem afgestroopt. Hoppatee. Kijk, dan heb ik hier een dun wit touwtje over en die wordt dan wel lekker slap. Dus die ga ik gebruiken. Nou, dan had ik al spulletjes klaargelegd net. Ik ga nog wel laten zien hoe ik dat heb gedaan. Voor de mensen die dat nog niet eerder hebben gezien, die techniek. Even kijken, zo. Kijk, daar had ik dus dat stukje wit papier voor klaar liggen wat ik net heb weggegooid. Omdat die zwart geworden was. Ik heb dus die kleine balletjes... Uit deze set van de cijfers, dat zijn deze bannetjes, daar heb ik dus vlaggetjes van gemaakt. En die heb ik dubbel gemaakt. Dan ga ik het even gewoon met een grote ga ik het voordoen. Dan moet ik alleen even een ander stukje restpapier hebben. Ja, deze heb ik over, dus ik kan deze wel gebruiken. Zo. Ik kijk eventjes hoe hoog is die en dan vouw ik hem daar, vouw ik hem dubbel. Dan knip ik hem even door. Hoppatee. Goed. Dan vouw ik hem even netjes en dan doe ik hem ook even netjes aanduwen dat hij mooi vlak is. Als ik hem door mijn stansmachine ga doen, dan hou ik hem altijd zo. En dan zorg ik dus dat die bovenste snijlijn, dat die niet kan snijden. Dus wat doe ik? Ik leg hem zo neer. Dat die snijlijn, kunnen jullie dat zien, er net bovenuit komt. Dat hou ik vast. En dan plak ik hem vast op mijn... Met een washi tape of met de paarse tape. En als ik hem dan door mijn stoommachine heen hou... Dat doe ik graag met mijn Sidekick. Dus je ziet, hij zit nu vast. Met het snijrandje net erboven. Ik leg hem in mijn Sidekick. Ik haal hem er doorheen. Wat voor kleur heb ik voor mijn andere kaart gebruikt, zie ik voorbij komen. Voor mijn andere kleur had ik Broken China gebruikt. En ik heb dan vandaag nu de gele gebruikt. En voor mijn andere kaart had ik deze gebruikt. Een beetje blauw-groen. Dus past echt wel met Broken China. Nou, deze is gesneden. En als ik hem nu openmaak, zit hij dus aan de bovenkant zit hij aan elkaar. En hierdoor kan ik straks al die vlaggetjes kan ik hier gewoon overheen vastmaken en vastplakken.
En dat werkt gewoon super mooi. En dan moet ik zeggen, dat heb ik vanmiddag bedacht. Want ik heb dat natuurlijk gedaan nu met die stansjes van Elisabeth. Maar dit kan dus nog met veel meer. Want ik zat vanmiddag te denken, wat nou als ik deze gebruik? Waar heb ik ze neer? Ah, hier. Mijn favoriete verticale banners van Carlijn Design. Daar kun je het dus ook gewoon mee doen. Alleen moet je dan echt opletten, ik heb hier een klein stukje, dat je ze allemaal even lang maakt. Want als ik hem nu zeg maar zou dubbelvouwen, zo. Dus ik zou zelf denk ik dan aan de bovenkant zo van, nou, ik wil ze allemaal zo lang hebben. Dat zou ik uitmeten hoe lang dat ik het wil. Ik wil hem zo lang hebben. Dan zou ik daar even een tapeje doen. Dan pak ik mijn papiertje en die lijn ik dan precies daaronder uit. Dat als ik het dan 10 keer doe, dan zijn ze dus allemaal aan de bovenkant. Snijdt hij niet door, want ik gebruik maar een klein stukje van de stans. En dan worden ze allemaal even lang. En als je een bannetje maakt zoals ik dan nu heb gedaan, hè, echt een heel vlaggetje, vlaggenlijn. Dan is het wel mooi als ze allemaal even lang zijn. Dus dat kan ook. Zomaar even een extra tip. Maar voor nu heb ik dus die kleintjes gebruikt die dan bij die cijferstansen zit, bij de Retro Number Trio. En dat zijn deze. En daar heb ik 3 verschillende van gebruikt. Ik dacht, dat vind ik leuk. En dan ga ik ze ook zo doen. Dan had ik net al de lettertjes even uitgestanst. En ik had het woordje hoeré gedaan. Nou, waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik er een hekel aan heb altijd als je Engels en Nederlands door elkaar gebruikt. En bij de stempeltjes van Gerda Steiner zit Engelse tekst. Dus ik wilde eerst hoera doen aan de binnenkant. Maar dan kon ik niet de tekst Lubu's having a birthday gebruiken. Amazing, no signs of aging. Wow, big news. Weet je, dat gaat dan niet. Dus vandaar dat ik toch heb gekozen om dan maar op zijn Engels hooray te schrijven. En dan die lettertjes gaan we gewoon vastplakken. Ik had eigenlijk al een aantal lettertjes vast willen plakken. Want ik dacht, nou ja, dat vastplakwerk, dat geloven jullie wel. Maar dat is er niet meer van gekomen. Ik was nogal laat thuis. Oh, oh, oh. Ik heb een luchtbel. Ben ik nog in beeld? Ja. Ik durf niet te veel te duwen nou met die zwarte vingers. Ja. Ik ga ze straks schoonmaken, maar daar hebben we nu niks aan. Ik ga nu gewoon lekker door. Komt goed. Wat is zo saai om te kijken, dat plakwerk. Zeker als het zo simpel is als dit. Ik zeg dat wel. Ik kan niet eens recht plakken. Hier. Nou, ik heb wat lijm van de andere afgehaald. Die gebruik ik voor mijn volgende letter. Die spettertjes die zie je uit het designpapier, die zie je eigenlijk niet eens op die kleine lettertjes, maar vooruit. Een beetje lijm gepakt. En de laatste. Ik gebruik zelf gebruik ik altijd lam van Gluetube. Tube. Sorry. Die vind ik zelf heel fijn werken. Die plakt gewoon heel goed. En ik vind hem gewoon fijn werken. Ik gebruik eigenlijk alleen nog maar die. Of ik gebruik tape. Of welke ik ook heel erg fijn vind trouwens, dat is die van Nuvo. Met dat mooie potje. Die vind ik ook eigenlijk wel heel fijn. Goed, toen heb ik dus mijn kaarten bijgepakt. Deze neergelegd.
En dan een beetje zo gekeken van hoeveel ruimte heb ik. Want mijn kaart mag wel iets wijd komen te staan, maar hij moet niet heel wijd komen te staan natuurlijk. Dus toen ben ik eigenlijk op deze manier ben ik gaan plakken. Want op deze manier kan ik dus heel goed de afstand zien. Ik doe ook een beetje lijn in mijn bovenkantje helemaal. En dan kan die letter ertussen. Ik ga hem trouwens net andersom doen, want dan zie ik het beter. Ik ben buiten beeld, hè, of niet? Sorry, excuus. Ik dacht vandaag laat ik het eens van dichtbij gaan laten zien. Maar dan moet je wel wat meer opletten hoe je in beeld bent. Het enige nadeel van deze lijm is als die bijna op is, gaat die iedere keer als je hem even neerlegt, dan komt er net een bubbeltje lijm uit. Dat vind ik dan, als je hem wil gaan gebruiken, dan denk ik van, ah, wel onhandig. Zo, ja, deze afstand kan. Zo, ik let altijd echt op dat ik bovenin ook die lijn goed doe. Want daardoor kan die dan straks niet meer opzij gaan als de lijm droog is. En dan zou je zeggen, hey, dat is toch onhandig. Nou, het voordeel daarvan is dus dat je letters niet tegen elkaar schuift. Dus dat ze blijven hangen waar ze horen te hangen. Dus in het begin heb je een beetje beweegruimte. Ik ga eventjes het touwtje echt bovenin hebben. Zo. Nou, bovenin zei ik. Ik wil niet bovenin blijven zitten. Zo. Die lijmrestjes die kan ik straks gewoon weghalen als het droog is. Je zou dit ook met een reepje tape kunnen doen als je dat fijn vindt. Dat maakt in principe ook niet uit. Als je maar zorgt dat hij goed bovenin ook zit, zodat je letters niet naar elkaar toe kunnen glijden. Oh, kijk nou, mijn touwtjes in tweeën gegaan. Huh, hoe heb ik dat nou weer gedaan? Oké. Nou, hopen dat het nog allemaal glijdt. Ja. Deze ook. Nou, gaat goed vandaag. Stresspotje om, touwtje in tweeën. Dus, nou, ik ben niet voor één gat te vangen hoor. Ik denk dat ik niet op heb zitten letten ergens mee. Hebben jullie het zien gebeuren of is het magie? Hooray, dus hooray in het Engels. Hoera in het Engels. Gewoon puur omdat ik het nu bij Engelse teksten doe. Zou ik Nederlandse teksten hebben, dan zou ik echt hoera doen hoor. Want dat vind ik echt veel leuker. Ik vind hooray eigenlijk zo'n raar woord. Ik weet niet. Zo. Nou, kijk. Hoppatee. Kijken of de lijm al droog genoeg is om te verwijderen. Lijmverwijderaar erbij zoeken. Waar ben je? Ah, oh daar. Hij zit onderop in mijn bakje. Het is een, nou ja, het wordt ook wel snotje genoemd. En ik denk dat het komt als je het gebruikt. Het lijkt net op snotjes als het zo oprolt. Maar daarbij kun je dus heel makkelijk opgedroogde lijm weghalen. Dus die lijmresten mee verwijderen. Ja, zo. Dus deze heb ik ook klaar. Die gaat zo hier tussen. Maar omdat ik toch met die stansen van Elisabeth bezig was, had ik zoiets. Oh, daar wil ik mee verder. En waar heb ik die neergelegd? Een hele waaier met stansjes. Waar heb ik hem nou neergelegd? Ik had alles bij elkaar gelegd, dacht ik.
Oké. Er zijn van die hele leuke reinforcement stansjes van Elisabeth. En daar kun je dus van die rondjes om gaatjes heen maken. Oh, ik heb ze per ongeluk bij mijn distresswaaiers hangen. Kijk, ik heb ze dus ook aan zo'n ring hangen. Helemaal super. En dan kun je dus allemaal van die hele leuke rondjes kun je dus maken. En ik vond het dus gewoon grappig om die hier omheen te doen. Nou heb ik om mijn andere heb ik heel simpel hier de kleinste gedaan. Maar ik vind deze ook wel grappig. Of deze is ook wel leuk. Oh, weet je wat leuk is? Deze. Dan is het net alsof het nog een bannetje is. Dus wat ik dan doe, ik heb hier nog een stukje designpapier over. Pak ik weer mijn Sidekick erbij. En nou ben ik 9 van de 10 keer eigenlijk een beetje te lui om hem van mijn waaier af te halen. Maar doordat ik de Sidekick gebruik, kom ik daar wel mee weg. Zo, ik leg hem erop. Hoppatee. Nou, hij ligt op mijn papier. Het wordt dan net een beetje donker omdat mijn licht aan de voorkant zit. Zo, en nu moet ik alleen wel weer terugdraaien. Omdat ik anders mijn hele stootje er doorheen heb. Zo, kijk. Kijk nou, zijn ze niet super leuk? Past toch perfect bij die bannetjes? Ik denk dat als je er niks omheen zou hangen, dat het bijna niet eens opvalt dat je daar een gat hebt zitten. Maar ik vond het gewoon wel leuk. Kijk, die plakken we dan hier overheen. En dan gaat dan straks dat touwtje, die gaat er dan doorheen. Even kijken, laat ik het aan de goede kant doen. Ik keek ondertussen even naar de opmerkingen. Met als gevolg dat ik dus bijna de verkeerde kant ging lijmen. Zo. Ik vind het wel grappig. Kijk, dit hoeft helemaal niet. Hè? Als je zegt, nou, dit, weet wat je nou doet. Ik vind het echt onzinnig. Dan is dat ook goed. Hier is een ding, toch? Maar ik vind het echt heel erg leuk dat je al die gaatjes, ook op tags en zo, doe ik ze heel graag, doe ik ze op die manier, doe ik ze wegwerken. Vind ik heel leuk. Nou, wat doe ik dan? Ik doe mijn touwtje naar de voorkant. Zo. En ook deze. Naar de voorkant. En dan doe ik hem even dicht. Oh, kijk nou, wat een ellende. Oh. Nou, gelukkig heb ik nog niks opgeplakt verder behalve dit. Ik ga even gauw een nieuwe kaartbasis maken. Want dit ga ik niet afmaken natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel. Nou, had ik toch meer schade van mijn omgelopen distress als dat ik dacht. Dus, 21 centimeter. Hoppatee. En dan. Nou, dan draai ik hem even zo om. Dan doe ik hem op 5,2. Even kijken hoor. 1, 2. En dan draai ik mijn papiertje om. En dan doe ik hem op 5,3. 5,1, 2, 3. Heb ik dat nou goed gedaan? Ja, toch? Ja. Soms zit ik ineens aan de verkeerde kant van mijn vijf of zo, als ik zoiets doe. Nou, het is echt inderdaad... Het maakt helemaal niet uit. Ik begin gewoon opnieuw hoor, het maakt mij niet uit. Alleen moeten jullie dan wat langer kijken, als je wil zien hoe het uitkomt aan het einde. Zo. Het enige wat ik nog had opgeplakt. Kijk, nou zie je, nou heb ik toch stiekem net iets te ver gerild. Wat ik nu doe, nu leg ik ze dus tegen elkaar aan. En dan ga ik daarheen met mijn vouwbeentje. En dan zit hij toch mooier zo. Dus. Nou, we hadden deze gebruikt. Dicht gedaan. Even kijken, nu lopen mijn maten anders natuurlijk. Zo. Ik had hem aan de bovenkant uitgelijnd en dan weet ik. Ja, hier klopt het niet helemaal met mijn centimeters. Maar goed, ik hou deze lijn aan. Ik vind het een mooie hoogte zo. Potlood.
hier op 19, ik heb dus het middenlijn hier liggen, hier op 19, hier op 11 en dan komt het ongeveer op de goede plek uit. Matje eronder, kaart open, gaatje maken, hand op mijn kaart zodat die mooi blijft liggen. Hadden jullie dat ook nog niet gezien dat hij helemaal vol zat met die zwarte inkt? Ik zag het echt pas toen ik hem omdraaide. Toen had ik ineens iets van, ach, nee. Nou, ik heb nog één bannertje. Ik had er toch drie. Dus die heb ik nog over, die kan ik meteen opplakken. Oh, het is wel lief dat je toch blijft kijken, ondanks dat het allemaal fout gaat. Zo, nou weet je, ik heb altijd zoiets van, kan gebeuren. Overkomt jullie ook wel eens. Het is altijd alleen jammer als zoiets live gebeurt, maar ik maak me er niet al te druk over. Even kijken, kan die nog los? Nee, ik heb hem losgehaald van die andere kaart, maar dat wordt er niet mooier van. Dus ik doe gewoon even een nieuwe uitstansen. Dus ik pak weer die leuke dingetjes erbij. Die reinforcement mat set. Deze moest ik hebben. Ja, even een stukje papier. Ik leg mijn stansjes erop. Zo. Mocht het weer fout gaan, dan heb ik vast nog twee extra. Maar daar ga ik niet van uit hoor. Zo. Even draaien en weer terug. En niet omdat die anders niet erdoor is, maar omdat ik anders mijn stansje los moet halen. Zo, kijk. Ik heb hem weer. We zijn weer bijna terug waar we waren. Vlaggetje erover. Ja, dit moet je dus wel doen voordat je je touwtje er doorheen doet. Want als je dat niet doet, dan kan nog wel. Maar dan zou je zeg maar een sneetje erin moeten maken om hem eromheen te krijgen. En dat is jammer. En deze erdoor. Zo. Nou, dan doe ik hem even dicht. Want dan heb ik hier deze kant. Daar pak ik mijn tape. En dit doe ik wel echt met tape en niet met lijm. Gewoon omdat hij dan meteen vast zit, maar nog wel te veranderen is. Ik doe een streepje naar beneden. En daar ga ik mijn plakketjes meteen afhalen. Zo. Nou zet ik hem open. En nou wil ik hem eigenlijk ietsje strakker hebben. Dus ik kijk aan de binnenkant van hoe komen mijn letters ongeveer uit. Hij mag aan deze kant ietsjes losser. Zo. Kijk, dan kan die net iets verder openstaan. Ja, kijk. Zo heb ik hem nu vastzitten. Dus die doe ik. Goed. Aanduwen dat hij nu blijft zitten. Ik knip de restjes, knip ik eraf. En nou zou ik meteen mijn designpapier erover kunnen doen. Maar omdat ik echt zeker wil weten dat het touwtje goed blijft zitten, doe ik er nog een keertje een tapeje overheen. Zo. En dan weet ik nu zeker dat hij blijft zitten. Dan kan die er nu wel af. Dan heb ik hier die twee stukjes die ik heb gemaakt voor aan de voorkant. Nou, dit was voor mijn rechterkant. Die doe ik met lijm weer. Goh, Peet, moet er zoveel lijm op? Nee, maar ja, dan weet ik zeker dat die goed vast zit, joh. Zo, nou, en doordat er zoveel lijm nu zit in plaats van tape, kan ik nog een beetje wiebelen. Ik leg hem even open, want dan valt het licht wat beter. Oh, ik heb helemaal niet gezegd wat de maten zijn van mijn matten nog, hè. Volgens mij zijn deze 4,5 bij 14,5. Ja, 4,5 bij 14,5.
is dus de maat voor de mat aan de voorkant. Zo. Nou. Hoppatee. Deze haal ik er weer van af. Dan plakt hij het lekker vast zo. En dan zoek ik weer een beetje het midden op. Ja. En dan kan die vast. Vervolgens gaan we deze aan de binnenkant plakken. Dat had ik ook eerst kunnen doen, maar dan ja, heb ik het een beetje geclusterd bij elkaar van alle matten plakken. Kijk, hier is ook toch nog iets van een vlek gekomen, maar hier maakt het niet zo uit. Kijk, want dat zit gewoon in de vlek. Dus dat zag ik net en toen dacht ik, ah, nou ja, net alsof het hoort. Zo, ook hiervan weer een beetje in het midden uitlijnen. Zo moet hij nog iets naar boven. Zo. Kijk, en dan de binnenkant doe ik dan eigenlijk niet verder, veel verder versieren hiermee. Het enige is dat ik hier nog aan de binnenkant, hier een hond en dan die ja, koala of muis. Ik weet echt niet wat het is. Hadden jullie daar eigenlijk antwoord op gegeven? Jullie dachten dat het was? Of zelfs mijn koala heeft geleden. Zie je dat? Het zit gelukkig alleen aan de achterkant. Goed papier, goed papier. Dus copic coloring papier. Zo, ik wil het muisje net iets achter die andere hebben. Dan wil ik dat hierop zit, als het ware, op dat gele. Oh, zo heel erg. Zo zit hij wel heel erg achter de ander. Zo. En dan nog recht. Huh? Ja. En dan vind ik het toch leuk als deze iets naar voren komt. Maar doordat het de binnen van de kant van de kaart is, wil ik niet dat het te veel naar voren komt. Dus ik doe dat met de dunne 3D tape. Of de smalle 3D tape eigenlijk. Hè? Nee, het is niet te smalle. Het is wel dun. Ik zeg het wel goed, hè. Zo. Nou, het heeft verder niet heel veel te lijden, dus ik doe dit niet te veel. Kijk, maar dan komt deze komt net iets naar voren. En dan straks komt die tekst natuurlijk nog verder naar voren. Als je hem openzet. Zo. Ja. En die wil ik dat hij ook met zijn voetjes op dat geel staat. En die mag een beetje overlappen bij de andere. Kijk, dan is het net alsof die echt verder naar achter zit. En dan druk ik dat aan. En ik had nu bedacht dat ik voor het getal 53 ging. Alleen had ik ze gisteren zo opgeplakt van zo, zo vind ik ze leuk. En toen zette ik hem neer en toen dacht ik, oh, excuseer. Eigenlijk staan ze nu iets te hoog. Dus ik ga nu even de kaart voor mezelf even overeind houden, zodat jullie het niet goed kunnen zien, maar ik wel. En dan zie ik dus dat ik hem ongeveer zo hoog wil hebben. Dus ik heb die 5 nu even gedaan voor de hoogte. Dan kan ik nu eerst de 3 plakken. En het is niet zo heel erg precies, maar in ieder geval dat ik niet veel hoger ga. Want als ik veel hoger ga, dan als die dan staat, als iemand hem dan neerzet, dan hangt het vlaggetje voor de 53 en dan zie je die haast niet meer. Oké, dit is echt heel moeilijk als je niet recht erboven kan hangen. Omdat daar een camera hangt. Ja, volgens mij klopt die wel zo. Kijk, en dan is dit eigenlijk de binnenkant helemaal klaar. Ik zie de vraag staan, waarom doe je dat middenpapier niet eerst en daarna de slinger? Dat was eigenlijk omdat ik dat designpapier gewoon geclusterd op ging plakken. Als jij zegt van, ik vind dat makkelijker om dat eerst te doen, dan kan dat. Maar weet je, zo gaat het ook heel makkelijk. Dus het is niet echt een bewuste keuze. Nou, dan heb ik nog deze. En dan hier, wat ik hiermee had gedaan. Even kijken, dit was een reservestukje. Zo, dus dit heb ik voor de voorkant. Dit is dus van die, hoe heet die set? Planner, nee, tag.
de tag en topper set van de Elisabeth Craft Design. Daar heb ik deze overheen geplakt. Simpel. En dan heb ik hier twee stukjes. Ik had dus op de verpakking had ik een voorbeeldje gezien. Kijk hier. Ik had hem er even bijgehouden. En daar hadden ze dus met vellum hadden ze dan deze gemaakt. En toen dacht ik, oh, dat vind ik echt heel erg grappig. Dus dat wilde ik ook doen. Maar toen ging ik hem dus omvouwen. Netjes op mijn vouwlijnen. Zo. En toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik dat dan in hemelsnaam op mijn kaart plakken? Want daar loop ik natuurlijk een beetje mee vast. Ik zit naast mijn vouwlijn. Laat ik hem even neerleggen. Gaat iets makkelijker. Zo, nou volgens mij heb ik hem een beetje raar gevouwen nu, want ik heb hier een holtje. Dat doe ik normaal ook gewoon altijd plat. Dan kun je veel beter zien hoe je vouwt. Nou, hij wordt iets smaller, maakt niet uit. Zo. Maar goed, toen ging ik hem dus hiervoor houden. En toen dacht ik, ja, maar dit geeft natuurlijk geen stevigheid. Ik kan dit niet vastplakken. En mijn tag valt er dan uit, omdat ik hem niet aan de zijkant vast kan plakken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem nog een keertje uitgestanst, maar dan in het wit. Toen heb ik er een snijbordje bij gepakt. En toen heb ik net iets smaller gesneden als mijn vouwlijn. Dus ik leg mijn vouwlijn net naast mijn snijdingetje. Dus ik heb die vouwlijn, die heb ik er gewoon volledig afgehaald. Zo, nou vind ik het makkelijk om hem zo te leggen. Zo. Weer ernaast. En weggesneden. Ik doe hem al hier. Weer ernaast. En als het goed is, tenzij ik heel raar heb gesneden hier, heb ik nu precies, nee, kijk, pas deze nu precies hierachter. En die gaat dus mijn voorkantje verstevigen en ervoor zorgen dat die, als die straks open gaat, dat mijn tag er niet uitvalt en dat die er gewoon netjes zo in blijft hangen. Dus ik heb hier gewoon de zijkanten van afgeknipt. Nou zou ik ook de grote tag kunnen gebruiken, want die past er precies in, zeg maar. Dus die had ik ook gebruikt, maar nu heb ik meteen die schuine lijn heb ik erbij zitten. En dat werkt dan weer wat makkelijker. Even kijken, ik zie een vraag staan. Oh nee, dat had ik al beantwoord. Waarom ik niet eerst het papier deed en daarna de slinger. Zo, dit doen we gewoon weer lekker met tape. Nou, hier zie je dus dat ik inderdaad schuin had gevouwen. Maar dat zien we niet meer terug, dus daar maak ik me geen zorgen over. Deze eraf. En dan kan ik deze uitlijnen. Erop plakken. Zo. En op deze manier kan ik hem dus hier vastplakken. En dan blijft hij wel gewoon helemaal goed zitten. Ja, ik zie staan, je zou het witte in de... in de rand van de vellum kunnen doen, dat kan. Maar nu als ik hem open doe, heb ik gewoon een witte kant. En anders zie ik hier weer mijn techniek terug. En dat vind ik jammer. Dus vandaar dat ik dat op deze manier heb gedaan. Hele goede vraag. Ja. Nou, had ik hier nog... Want ik vond die onderkant zo en dan dit ervoor, deze erin, vond ik zelf net wat kaal. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik had die andere topper, die van de grote tag is... Kijk, die is precies mooi, die breedte van dat zakje. Dus die heb ik gewoon uitgesneden. En vervolgens heb ik daar een reepje van afgehaald.
En die heb ik dus zo aan de onderkant geplakt. Dus zo gebruik je weer een stand nog weer op een andere manier. Nou, en nog sorry voor de zwarte vlekken op mijn handen. Maar ja, als je het begin, of tenminste het halverwege hebt gezien, dan weet je hoe het komt. Het ziet er zo raar uit nu. Zo, deze gaan we hier op plakken. Nou, wil ik die ongeveer zo gaan plakken. Even kijken, zo, dat hij er mooi binnen valt. En dat is altijd best wel moeilijk om dat precies te zien hoe ik dat doe. Nou, hoe doe ik dat? Ik doe hem nu zo. En doe ik hem net ietsjes die kant op duwen. Dus dan zo, net ietsjes die kant op. Dan draai ik hem om. En dan zoek ik weer even mijn potlood. En dan zet ik hier even een potloodje. Nu weet ik dat alles binnen deze lijn, dit kan verlijnd worden. En dan kan ik hem ook zo hier een beetje voorhouden. Ik kan ongeveer deze hoogte, denk ik. Even kijken. Ik had wel de tag erin gedaan. Want dan kan je beter zien hoe hoog je uit gaat komen uiteindelijk. Dus hij moet wel ietsjes lager, zo. Nou, zorgen dat ik hem weer, dat ik mijn streepje niet zie. Zo. En dit duw ik goed aan. Vervolgens had ik deze, vond ik wel leuk, om die dan net nog op 3D tape te plakken. Dan heb ik daar alleen, van wat dikker heb ik alleen de smalle, dus ik gebruik gewoon de smalle. Oh, iedere keer als ik nu mijn schaar neerleg, denk ik, oh ja, Piet, je hebt je glazen plaat liggen. Ik heb altijd het idee dat dat helemaal door moet dreunen op een filmpje. Dus dan denk ik van, oh, zachtjes neerleggen. Ik doe wel één heel smal stukje en die doe ik achter zo'n staartje. Zo. Nou, big nieuws. Ik wil wel dat hij recht staat, dus ik zet hem recht neer. Zo, die zet ik hier lekker bovenop. En dan is het eigenlijk alleen nog een stukje touw aan mijn tag. Nou, die tag kun je dus gebruiken om eventueel nog een boodschap op te schrijven. Als je nou zegt van, hé, ja, ik vind dat met dat vellum helemaal niet handig, want dan zien we eventueel mijn boodschap er doorheen. Dan kun je die natuurlijk heel makkelijk ook gewoon van gewoon papier maken. Ik vond het niet zo erg en ik vond het eigenlijk gewoon wel leuk zo. Geeft een wat zachter effect door het met vellum te doen. Nou, ik doe zelf altijd van voor naar achter steken mijn touwtje. Dan door het lusje halen. Zo, en dan zit mijn touwtje zit vast. Hoppakee. En soms doe ik er ook nog dan weer een touwtje omheen als strikje. En dat vind ik nu toch ook wel leuk. Kijken of ik dat grijs-wit nog heb. Ja. Zou dat? Nee, dat wordt met dit niet mooi, hè? Degene die ik heb afgeknipt, of wel? Ik ga het gewoon proberen. Hier heb ik dat ene touwtje uitgehaald. Ik ga even kijken of dat werkt. Ik haal hem even los. Zo. Ik heb hem nu ook dubbel gedaan. Ik weet ook niet of dat handig is met een strikje. Ga ik ook achterkomen. Net alsof er een dubbele strik is gemaakt, hè? Dadelijk. Dat doe ik normaal nooit. Maar weet je, eens moet de eerste keer zijn. Zo. Even goed strak trekken. En dan wil ik mijn lusjes wel wat kleiner. Moet je alleen wel goed opletten dat je ze tegelijk trekt. Ik vind het wel leuk zo. Nou, ik
heb ik toch mijn hele touwtje gewoon gebruikt zonder nog meer extra touw te pakken. Zo. Zo is die dan klaar. Dus als je hem open doet, hier staat dan wauw, big news. Deze heb ik trouwens ook, hè, wat ik aan het begin heb laten zien. Dat wauw, dat paste eigenlijk niet precies. En ik dacht, ja, eigenlijk hoort er een stukje onder zijn poot te zitten misschien. Dus toen heb ik dat stukje waar ik, een stukje tape waar ik dus mijn stempel op heb gedaan en waar ik dan de binnenkant heb uitgesneden, had ik erop geplakt en toen heb ik dat wauw erop gestempeld, waardoor je dus een beetje hierop stempelt en de rest komt ernaast. En die hele kleine stippeltjes allemaal die hier staan, die zaten er niet bij. Want ik zat er een beetje mee dat het leek. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Even kijken, waar is mijn stempelset? Dat het leek alsof deze, dat die eigenlijk allemaal alleen voor deze kant zijn. Omdat ze die kant op gaan. En als je hem omdraaide, dan komt hij niet uit. Zie je, dan komt die, deze lijn heel raar te staan. Of mijn letters komen naar beneden staan, terwijl mijn papier daarin gaat. Dus daar zat ik een beetje over te puzzelen. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Dus ik heb gewoon met een Copic, heb ik zo net heel klein een beetje puntjes zo, streepjes zitten trekken. En daardoor net alsof er een heel verhaal geschreven staat. Nou, dan doen we hem open en dan zien we dus hier weer de hoeree. En die komt dan lekker wat los naar voren te hangen. En dan, nou ja, 53. Look who's having a birthday, amazing. No signs of aging. Nou, bij die kleine had ik precies hetzelfde. Van, hé, het lijkt wel alsof daar geen stempel echt past. Dus toen heb ik die eigenlijk gewoon allemaal een beetje zo uit de losse pols zitten tekenen. Met mijn Copic. Dus dat was eigenlijk mijn idee voor vanavond. Is er nog iemand die een vraag heeft? Ik zal eens even teruglezen of ik al wat had gemist. Want dat kan natuurlijk altijd. Oh ja, en als die nou zo open blijft staan, hè, dan pak ik altijd even mijn vouwbeentje. En dan ga ik nog eventjes goed over de rand heen. En dan komt die vaak een heel stuk naar beneden al. En anders, weet je, even in je envelop en dan is die ook mooi plat. Maar nu staat hij al een stuk minder omhoog als de net. Even kijken. Nou, jullie vinden hem leuk. Dankjewel. Jullie ook bedankt voor het kijken. Nou, ik zal straks sowieso nog even helemaal doorlezen. Even teruglezen van, goh, heb ik nog een andere vraag gemist? En anders zal ik daar zeker nog eventjes op reageren. Het is vrijdag de 17e en niet de 13e. Ik denk, hè, wat? Maar nou snap ik al waarom het gezegd wordt. Dat krijg je als je de hele tijd loopt te klunsen. Nou, ik zie zo gauw even geen vraag staan. Ik zal even kijken of er een nieuwe vraag bij is gekomen. Nee, ik zie geen vragen meer. Nou, in dat geval wil ik jullie hartstikke bedanken. En ik wil jullie ook bedanken. Ja, het hoort eigenlijk niet helemaal in deze groep. Maar ik heb natuurlijk 2 weken geleden mijn eerste kaart gemaakt in de 12 maanden kerst met Doeding groep. En ik vind het helemaal geweldig zoveel kaarten als er gemaakt zijn. Echt iedere keer dan denk ik van nou, weet je, toen de 50 kaarten waren gepost had ik al zoiets van wauw, dit is echt geweldig dat er zoveel mensen dat er meedoen. Ondertussen staan er 125 kaarten al in dat album. Ik vind het echt helemaal geweldig. Mochten jullie nu denken van hé, waar heeft ze het over? Kijk dan vooral even in de 12 maanden kerst met Doering groep en kom ook meedoen. We gaan naar elke maand gaan we daar een kerstkaart maken. En dan elke maand kom ik op de eerste van de maand live met, nou ja, net zoals nu, met een modelkaart. Alleen voor de kerstkaarten heb ik dan een heel ander model gebruikt 2 weken geleden. En ja, dan kunnen jullie die maken en meedoen als je het leuk vindt. En verder, ja, mocht je lekker aan de slag gaan met dit idee, vind ik dat ook hartstikke leuk om te zien. En post dat vooral in de Doering groep. En dan volgende week is Marga er weer met een nieuwe live voor jullie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!